Welkom bij deze ademmeditatie. Je mag een comfortabele houding aannemen en dan mag zittend of liggend zijn. Neem 3 of 4 diepe ademhalingen. Voel hoe de adem binnenkomt via je neus, je longen vult. En hoe het weer naar buiten stroomt. Laat dan je adem overgaan in haar natuurlijke ritme. Niet forceren of controleren. Voel gewoon hoe je adem stroomt, zonder het te willen veranderen of verbeteren. Waar voel jij je adem het meeste? Misschien is het de lucht in je neus, of het rijzen en dalen van je borst of buik. Zoek die plek waar jij je adem het beste voelt en breng je aandacht daar naartoe. Dan rust je op die plek. Laat je aandacht op die plaats rusten als een vlinder die rust op een bloem. Zacht. En kijk dan eens of je 1 hele adem kunt volgen. Zonder dat je je druk maakt dat die adem alweer voorbij is. Of zonder vooruit te kijken naar de volgende adem. Word je bewust van de sensaties van de adem. Bij de neusgaten bijvoorbeeld. Dan kun je trillingen voelen, warmte of kou. En als je aandacht ligt bij je hart of je buik, dan kun je beweging voelen. Druk, strekking, ontspanning. Je hoeft die waarnemingen niet te benoemen. Alleen opmerken. Laat je aandacht rusten op het natuurlijke ritme van je adem. Adem voor adem. Om je aandacht bij je adem te houden, zou je kunnen experimenteren met zachtjes in jezelf in en uit te zeggen. Of rijzen en dalen.
maar heel zachtjes. Zodat dat waar je je aandacht op laat rusten, de sensaties zijn. Het gevoel van de adem. De woorden gebruik je alleen als hulpmiddel, als ondersteuning. En als er gedachten, emoties, gevoelens of beelden opkomen en ze niet sterk genoeg zijn om je aandacht weg te halen van je adem, laat ze dan gewoon voorbij stromen. Je ademt. Ze kunnen komen en gaan zonder dat je er achteraan holt om ze vast te houden of weg te duwen. Het is zoals in een menigte een vriend zien. Je hoeft niet iedereen opzij te duwen. Maar je enthousiasme gaat naar je vriend. Daar is mijn adem. Al het andere mag komen en gaan. Het maakt allemaal niet uit. Daar is mijn adem. Maar als er iets opkomt dat wel sterk genoeg is om je aandacht op te eisen, of als je in slaap valt of je verdwijnt in je gedachten, maak je er dan vooral niet druk over. Het moment dat je realiseert dat je aandacht is verschoven of afgedwaald, is het magische moment van deze oefening. Want dat is het moment dat je een kans hebt om anders te zijn. Je kunt in plaats van jezelf te beoordelen of streng te zijn, nu aardig en vriendelijk zijn tegen jezelf. Je kunt simpelweg loslaten en opnieuw beginnen. Breng je aandacht terug naar het gevoel van je adem. En als je steeds weer opnieuw los moet laten en opnieuw moet beginnen, dan is dat helemaal prima. Dat is de oefening. Je hoeft niet boos te worden op jezelf omdat je gedachten hebt. Je hoeft de inhoud ook niet te evalueren. Realiseer je gewoon dat je afgedwaald was. Laat zachtjes los. En breng je aandacht terug.
Als je opmerkt dat je afgeleid wordt door gedachten, denk dan aan die gedachten als wolken aan de blauwe lucht. De wolken zijn niet de lucht. En eigenlijk blijft de lucht onveranderd door de wolken. Hoeveel wolken er ook zijn en hoe ze er ook uitzien. In plaats van je vast te klampen aan één gedachte, laat je ze voorbij bewegen. Net als de wolken in de lucht. Als je indommelt, ga dan wat rechter zitten of doe je ogen even open en sluit ze dan weer. Neem een aantal diepe ademhalingen om dan terug te gaan naar de natuurlijke adem. Je hoeft de adem niet te controleren of te veranderen. Ben er gewoon bij. Voel het begin van de inadem en het einde. Begin van de uitadem en het einde. Als je afgeleid wordt, zeg dan niet tegen jezelf dat je zwak bent of ongedisciplineerd. Geef niet gefrustreerd op, maar oefen in loslaten en opnieuw beginnen. En als je er klaar voor bent, dan kun je je ogen openen. Terwijl je deze meditatie afsluit, reflecteer eens op het feit dat je deze kwaliteiten die je geoefend hebt, aanwezig zijn, kalm observeren, de openheid om opnieuw te beginnen, zachtheid, vergeving, kunt meenemen in de volgende activiteit die je vandaag gaat doen. Thuis of op het werk. En in omgang met vrienden of onbekenden.